1, 2, 3. Ja, dit is waar we gaan. We gaan een beetje schoonmaken en rennen. Ja. En daar ook, hè? Wat er gebeurt, hè? Je hebt er ook mee. Wat zegt de herman? Ik zeg, ik kan geen afscheid nemen van de zonnebaan. Nee, nee. Dat is heel moeilijk. Wel moeilijk, zeg maar. Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Maar gelukkig is er nog genoeg werk. Ja, mooi toch? Ja hoor. En een halve dorm. Halve dorm, ja? Anders hoor ik niet meer vol. Ja. 60-plussers, dus dat hebben extra kwetsbare mensen. Dat mag wel lekker liggen. Dat valt onder de risicogroep. Ja, daar moet je wel erop maken. Ja. Hoor je wel wat? Jawel, ik wel. Oké. Goed zo. Ik ook. Dus en dan gaat het op de 1000ste? Ja, 100ste, soms 1000ste millimeters. Druk bezig met het goederenbeheer? Ja, even de inventarislijst bijvullen. Wil dat een beetje met een mondkapje op? Ja hoor, is prima te doen voor de rest. We zijn wel wat gewend, dat moet op school overal ook. Wat zegt u? Een mondkapje opwaken. Ja, dat is even ben, maar dat geen probleem verder. Beetje vervelend met de bril, maar ja, ja. Je bent eraan. Hè. Beste Wolfsbier. Ja, dat mag weer. En is er nog een functie hier in deze brouwerij? Ik ben manager van alles in de brouwerij. Okay. Frisse pils, rijke pils, sterk blond, trippel. Kom zomaar krijgen we dan weer trippels waar de beste bij. Gerstewijn, bokbier, Imperial Stout, de Thijs en Thijs, Summer of 69. Wat voor effect had het? Ja, dat begon natuurlijk in Meert. En toen dachten we van ja, mogen we nou brouwen horen of nooit? Dus dan ben je eerst even wat afwachtend. En dan en ons blikken er heel veel meer toeristen hier in het gebied te komen. Dus dan moesten wij eigenlijk best wel heel veel bier maken en deur zetten. Maar qua pruiverijden en alles is natuurlijk stil. Dit zijn alle ouders die wij allemaal volgen en die zitten dus, en je zit nog in Kiel, er zit nog geen bij de Tsjechische grens. Nou, met coronatijd, die chauffeurs. Vroeger kon je overal de kantines binnenlopen en je kon naar de wc en je kon eten overal. En dat is tegenwoordig allemaal een beetje lastig. Er staan dicties op terreinen, nou, daar wil je ook niet op zitten. Douchen is best wel een dingetje, een probleem. En er zijn gewoon overal strenge regels bij fabrieken waar je moet laden en lossen. Ga je dan ook wat erop uit, zeg maar, als er ergens een auto met pest staat? Ja, dat doen we in principe ook allemaal zelf. En de administratie moet natuurlijk gedaan worden. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan selling. Ja. Dat kon ook niet meer. Nee. Het is natuurlijk, je bent veel terrein nodig voor het weekend, want meestal staan het weekend alle auto's hier en dan staat die bom vol. Nou, hier slapen ze. Achterin of bovenin, dat is altijd de keuze van de chauffeur zelf. Nou, dan hebben ze een koelkast onder het bed. Hierboven zit een magnetron. Hier zijn ze meer dan thuis. Kom verder. Ja, doen we. Kleine, grote bouwprojecten. Ja, vrij. Meestal kleine verbouwingen, aanbouwen en soms ook een nieuwe woning af en toe. Het is meestal serres en uitbouwtjes en nieuwe badkamers. En die bouw je ook? Ja, ik ontwerper en ik bouwer. Oké. Ja. Okay, ja. Ja, dit is dan de tekening voor de gemeente. Dit werd dan met een bouwaanvraag, dus ja, dan moeten de constructies moeten erop en al dat soort dingen. En, ja. En dan heb je dan hier kantoor thuis, zeg maar. Ja. Dan heb je ook geen restricties natuurlijk, wat betreft corona, alleen als de klanten komen natuurlijk. Ja, meestal kom ik gewoon bij mensen op de locatie. Ja. En nou ja, zoals dit ook, dit is heel veel buiten, dus je hebt grote afstanden. Je zit je bent niet beperkt in de ruimte. Nee. Dus ja, dus, wat dat betreft, dan gaat het gewoon verder, ja. Somebody to lean on. Just call on me, brother.
If you need a hand, cause we are near. Dit ging natuurlijk heel goed met coronatijd. Ja, we zijn buiten bezig. Een beetje op de afstand ding en niet te veel bij meer zijn nieuws kwam. Mijn moeder heeft corona helaas. Okay. Die woont hier even verderop in Jipsinghuizen. Mijn vader die heeft ook al klachten. Oké. Okay. Maar ik kom maar even niet meer bij zo'n visite, want dat kan even niet meer. Hoe is Jan Edo eigenlijk? Is dat er wel? Hij is niet hier. Wat mooi plek is zo, ja. Ja, mooi aan de Duitse grens hier zo. Ja. We hebben eigenlijk geen stilstaan daar, de afgelopen jaren ook niet. Nee. Dus ter hele tijd is het gewoon duur gewoon, het werk. Ja. Dus maar het is nou even, ja, we zitten nou in dit soort werk en straks weer in de aanleg. Ja. En als die jongens maar een beetje die 1,50, het zal niet altijd even lukken. Nee. In het open veld, maar we zitten in het open veld, dus ja. Maakt eigenlijk niet zoveel uit.